De treinbestuurder, die ken je. De treinbegeleider die je kaartje komt knippen, die ken je ook. En een treindienstleider regelt het spoorwegverkeer vanuit verkeersleidingposten om de trein veilig door het landschap te loodsen. Maar wist je dat een treinwagon is uitgerust met allerlei sensoren die van alles meten en dat achter de schermen honderden informatica-specialisten die informatie nauwlettend in de gaten houden? Zo bereik je veilig en wel je bestemming. Delvic Rail produceert sensoren die dan op goed gekozen plaatsen op de trein geïnstalleerd worden om die trillingen op te meten. Door die opgemeten data dan te analyseren, kunnen we snel ingrijpen wanneer er defecten optreden. Vroeger waren dit een beperkt aantal sensoren die een beperkte hoeveelheid data genereerden. En die data werd dan heel lokaal en op een heel specifiek tijdstip verwerkt. De trend is dat het aantal sensoren enorm aan het toenemen is, omwille van de dalende kost. Bijgevolg is ook de hoeveelheid gegenereerde data door die sensoren enorm toegenomen. En vandaar dat de systemen van Delvic Rail nu evolueren naar totale analyseoplossingen. Een voorbeeld is de sensoren die op verschillende locaties, dus zowel op de wielen als op het onderstel van de trein zelf geïnstalleerd zijn, die continu data capteren en doorsturen naar een server. In deze server wordt er dan een analyse gedaan om de verschillende databronnen te correleren met elkaar en om zo tot de inzichten te komen die dan van waarde zijn voor treinoperatoren. Die sensoren worden eigenlijk voor 3 toepassingsdomeinen gebruikt. Dat is voor control, monitoring en safety. Een voorbeeldje van controle is sensoren die geplaatst worden op het onderstel van de trein en die eigenlijk een bocht gaan detecteren. In dat geval gaat de sensor eigenlijk een signaal sturen naar een controlesysteem om ervoor te zorgen dat de carbody van de trein kantelt in een bocht. Om net als een motorrijder heel snel een traject te kunnen gaan afleggen door zich wat te gaan positioneren. Ze gaan ook belangrijke onderdelen van de trein, zoals de aslagers, continu in de gaten houden. Want als daar iets mee gebeurt, kan de trein ontsporen. Merken ze dat het onderstel van de trein onstabiel wordt, dan sturen ze een signaal uit waardoor de trein meteen tot stilstand wordt gebracht. Hier zie je de elektronica die we ontworpen hebben om het Boogie and Stability Safety System te ontwerpen. Je ziet daar een controller op die verbonden is met een aantal accelerometers. Dat zijn MEMS-accelerometers die eigenlijk de laterale vibratie van een trein gaan meten. En als we daar bepaalde onstabiliteitskarakteristieken kunnen detecteren, gaat dit systeem de veiligheidslijnen van een trein openen. En ook slijtage ontsnapt niet aan het sensoroog. In dat geval krijgen de onderhoudsmedewerkers een seintje die de trein vervolgens uit circulatie halen voor een onderhoudsbeurt. Dus hier zie je ons nieuwste monitoringplatform voor treinen. Dat is een volledig nieuwe ontwikkeling waar een aantal sensoren in de behuizing zitten, maar ook een aantal externe sensoren kunnen gekoppeld worden. Zo zie je hier een aantal temperatuursensoren en hoge bandbreedte accelerometers.